police! Go naar buiten met John omhoog. Oh. Oh, ik kan geen dekking zoeken. Ja, collega's denken hetzelfde. Ik moet echter staan bij. Hier spreekt de politie. Zet uw voertuig op de vluchtstrook. Now I'm finally right here with you. Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, LSPD voor en morgen. Dit is Wim. En vandaag gaan we op pad met Kamar. Met deze T6, gemaakt door Emma Aalsmeer. Skin gemaakt door Mad Snow, geloof ik. Ja, de T6 van de Kamar vond ik wel super gaaf. Alleen deze heeft dan, of wat ik zo gaaf eraan vind, is de velgen. Alleen deze heeft er geloof ik niet echt. Maar dus dat was wel leuk geweest, denk ik. Zo'n extra velgen, of zo'n gavere velgen. Dure variant is dat, lijkt het een beetje op. In ieder geval voertuigcontrole. Wat hebben we nog meer eigenlijk? Wat is dit ook? Oh. Zo. Nu staat hij in zijn automaat. Dan gaan we de straat op, zou ik zeggen. Eens kijken wat we hier in het vliegveldgebied allemaal gaan meemaken. We gaan misschien ook wel de stad in, hè. Het is natuurlijk een of ja, de Kamar is meestal vliegveld en zo, maar ik geloof dat ze ook wel noodhulp mee rijden. Dus we have citizens reporting a civilian in need of assistance in. Ga je al melden dat iemand daar recht voor ons? Collega's hebben het blijkbaar niet gezien. Dat deze mevrouw, nee, moet ik wel blurren, daar heb ik echt geen zin in hoor. Mevrouw, kom hier. Gaan we naar beneden kijken. Waar lopen ze? Waar lopen ze? Oh, ja, ja. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, ja, hallo. Dichterbij. Hallo. Please move closer. Ja. Hallo agent. Hallo mevrouw, ben je oké? Agent, help me. Man trok me net in zijn auto en probeerde me te verkrachten. Heb je enige informatie over hem? Ja, hij reed in een witte Velon met nummerplaat 6M. Maria, daar starten. Of 65 Maria, daar starten in mij. Oké, wij gaan hem proberen te zoeken. Bent u gewond? Ik ben oké, kun je me een rit naar huis geven? Nou, ik niet. Want dan kunnen we de verdachte niet pakken. Dus we gaan een taxi aanvragen voor deze mevrouw. Hallo met Wim, ik wil een taxi. Oké, is goed. Ze zullen hier niet ver vandaan moeten zijn. Die taxi komt, dan gaan wij meteen zoeken naar die verdachte. Ik durf niet te kijken. Waar staat die taxi? En die zit op vliegveld te rijden. Nou, daar is hij. Ja, daar is hij. Vrouw, ik zou zeggen, ga naar de taxi. Oké, daar liep ze. Oh. Ja, ze zit in een taxi. Dan kunnen wij nu snel gaan zoeken naar die verdachte. En die moet sowieso deze kant op zijn gereden. Oh, die rijdt zelfs een vliegveld. Oeh, dat wordt leuk. Want dat mag absoluut niet. Dus die gaan we even lekker klem zetten. Of rijdt hij niet? Jawel, hij rijdt vliegveld. Tot daar nog geen melding van is gekomen dat een auto op vliegveld rijdt. Hoi. Ik wil wel dom staan kijken, maar ik wil zeg maar langs. Oké, dankjewel. Nou, we rijden ook echt tussen banen door, joh. Levensgevaarlijk. Ik moet wel even doorgeven tot het vliegverkeer bij deze stil wordt gelegd. In verband met een onbekend voertuig wat over het vliegveld heen rijdt. Dus met zijn mogelijk kwade bedoelingen gaan we die gewoon meteen BTGV-staal aan de kant zetten. Nu staan we op een landingsbaan. We gaan daar even af. Dan hebben we die stopteken. Spreek de politie. Kom naar buiten met John omhoog.
luisteren, uitstappen, handen omhoog doen. Schoten gelost, schoten gelost. Liggen blijven. Ja, we zijn natuurlijk in een eentje, dus we moeten wel even zorgen dat de voertuig gekleerd is. Ja, top. Ik ben aangehouden voor rijden hier op het vliegveld, wat absoluut niet mag natuurlijk. En ook nog eens... Eén collega vraagt om een assistentie. Poging tot verkrachting bij iemand. Ik ga even fouilleren. Heb je dingen bij niet bij mag hebben? We komen er wel achter hoor. Dat is verhoord. Ah, dan viel wapen bij. Gelukkig dat we hem hebben kunnen aanhouden zonder enige problemen. We gaan het transportje voor de auto deze kant op. Doen we nog even snel zoeken. Een stakelwagen al. Die zijn tenminste altijd snel. Oh, shotgun! Zo! Thank you. En dan wil ik iedereen zo snel mogelijk weer hier van een vliegveld af hebben. Want jij hoort hier eigenlijk niet. En jij, nou bij deze dan wel, maar eigenlijk ook niet. Dus kom maar met z'n allen weer weg hier. Weet je wat, we rijden gewoon meteen... Nee. We rijden meteen een rondje vliegveld, maar dat vind ik nergens voor nodig. Je komt toch niemand tegen. Of zullen we het wel even doen? Ja, we doen het wel even. Als er bijvoorbeeld een auto rijdt of zo, kunnen we altijd even kenteken check doen. Kijk naar die vuilniswagen. Horen vuilniswagens op het vliegveld? Oh, wacht. We gaan een beetje verkeerd. Wat ga jij nou trouwens doen? Hier staat een hele mooie A380. Alleen vind ik die Pepsi Cola skin niet zo mooi. Maar goed. Daarachter rijdt een zo'n karretje voor de koffers. Maar we hebben hier een auto die rijdt onder invloed, of een persoon die rijdt onder invloed. Die auto kan natuurlijk niet onder invloed rijden. Weer op het vliegveld, hoe kom je hier nou weer? Wat is daar, waar is dat beveiligingslek dan? Rij anders nog wat door. Is dat ook Ctrl E toch? Nee. Nou, dan laat ik hem volgen. En nu wel even hier tussenin staan. Goed, deze wordt hoe dan ook aangehouden. Geen kenteken, rijdt op vliegveld. Dat mag sowieso niet. Goedendag. Hi. Een rijbewijs voor me. Rijd tot je aan de kant zet, Larry. Dat weet je denk ik ook wel. Je wordt ernstig gezocht, zie ik. Dit rijbewijs is ongeldig verklaard. Krijg een melding dat je hier rijdt, je hoort je niet. Heeft u gedronken? Gewoon een paar biertjes. Heeft u drugs gehad? Niet recent. Uitstappen. Luister, je wordt nog gezocht. Maakt me niet uit waarvoor. Ik wil je handen gewoon zien. Doe je rare dingen. Dan heb je of een taser in je bakken hebben. Of een vuist of iets anders. Maar het komt richting je bakken in ieder geval. Oh, ja, hey. Even normaal doen. Mag even blazen voor mij. Ik heb je zien rijden. Blaas ik ze op zeg. Blazen, blazen, blazen. Oma, joh, te veel. Oké. Okay. Een drugstestje afnemen. Hé, hey, staan blijven hè. Een koekje gewoon hoor. Hé, hey, luister eens. Ik kan eens je eigen wijs doen. Ik ben aangehouden. Hé. Hey. Stop! Police! Hier komen. Meld kamer eenmaal aanhouding. Rijden op mijn voet, worden gezocht. Rijden op vliegveld. Ja, het was precies kant op. En takelwagen, wederom. Goed, jij bent niet de antwoord verpleegd. Je vraagt een advocaat. Je kent het verhaaltje wel. Ik ga je fouilleren. Hallo. Nou ja, dan ga je hem bij. Ook lekker. Of ja, lekker, hè, voordat ik iets verkeerd zeg of jullie iets verkeerd denken, ik weet het niet. Maar ook lekker dat hij dan nog op zak had, hè. Dan hebben we weer verboden middelen. Aanhouding voor het bezit zijn van verboden middelen. Dus dat is wel lekker voor ons dan.
bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We have an incident involving shots fired, terrorist activity in Los Angeles National. Rijdt alsjeblieft prio 1. Suspect is armed with explosives. Oh shit, op het vliegveld. Oh, ik... We kunnen ze nou weer... voor die vaag doen. Force duty. Dan zal er nog iemand staan, denk ik. Of iemand lopen. Wie spreekt de politie? Zullen we even worden geschoten? Oké, dan gaan we eens kijken of er nog iemand op het vliegveld rondloopt. Want die heeft namelijk zware wapens bij en een bom zelfs. Doe open. Nou, dan rijdt hij gewoon heen. Dus als we hem aantreffen, meteen BTGV, want hij loopt met grote vuurwapens rond en met een bom. Meerdere mensen zo te zien. Shit. Dat wordt wat. Dat is een... Oh. Oh, ik kan geen dekking zoeken. Schiet er een RPG op me. Autonome motorkap, schoten los. Meerdere man. Ik sta hier helemaal verkeerd. Shit. Oh shit, is dat een sniper? Mensen, kom sneller, collega's, kom sneller. Oh, dat zijn heel veel. Schieten ze nou elkaar af? Collega's, please, kom. Ik ga gewoon op hoofd schieten, hoor. Oh nee. Maar als ik nu weer inspan, dan rijd ik gewoon keihard terug hoor. Want die staan daar nog. Ga er maar vanuit dat die daar nog staan. Bij mijn busje. Mijn collega's weliswaar niet, maar... Oh. Dus we gaan wederom even daar naartoe. Lijken tijd voor, we hebben nog terroristen. Oh, dat is je druk joh. Rijd alsjeblieft prio 1. Naar rechts, allemaal naar rechts. 12:05, ik ben onderweg. Collega's rijden achter me aan, yes. Ja, collega's denken hetzelfde. Ik moet er echter staan bij de vast. Kom op mensen, rijden, er zijn terroristen. Ik wil eigenlijk wel leidend, collega. Aangezien ik van de marechaussee ben en jij niet. Oeh, dat scheelt heel weinig met die paal, geloof ik. We gaan we volle snelheid hoor. Als hier andere dingen van plan zijn. Komen de collega's. Kom maar. Daar rennen ze nog hoor. Of zijn er collega's? Dat zijn collega's. Oeh, lekker bezig pikkies. Ze hebben het gewoon opgelost hier. 1 dode, 2 dode, 3 dode, 4 dode, 5 dode zo te zien. 1, 2, 3, 4, 5. Hebben jullie nog zicht op iemand? Ze hebben nog zicht op iemand geloof ik. Oké, daar komt Turan, daar komt nog een Audi van de politie. Wij gaan nog even een rondje maken hier op het vliegveld om te kijken of er niet nog meer mensen hier rondrennen. Echter hebben we natuurlijk overal camera's hangen en nog meerdere collega's rondrijden, dus die hadden dat dan al lang doorgegeven. In ieder geval, collega's zijn dus ook de plaatsen erbij gekomen en die hebben meerdere verdachten uitgeschakeld. Ik had er al 2 uitgeschakeld, de andere 3 die schakelden mij snel uit, maar nu... Graven is ondernemen laten komen. Ik ga er geen moeite meer voor doen om die nu allemaal te laten reviven door de ambulance. Over de ambulance gesproken. Deze ambulance. Die is gereleased. Die kunnen jullie nu gaan gebruiken. Deze met de facelift en met de mooiere lampjes om maar zo te zeggen. Ook zonder de rode band. De rode band hier aan de zijkant, achterkant, voorkant.
Dat is allemaal weg. Maar die kunnen jullie dus ook gebruiken of mee racen en scheuren en prio 1, A1 rit, sorry, A1 ritten mee rijden. Dus denk dat tof gemaakt door Wandertje Lars Labré en die staat online bij Wandertje op GTA 5 mods. Te herkennen aan C Miesen. C gewoon een C en Miesen M-I-E-S-E-N. Ja? Goed. Wij laten het hier lekker met de ambu die daar al stond. De demonstratie. Nee, daar gaan we niet heen. Daar is de M-E-V. 2, 2, alsjeblieft, prio 2. Ja, tuurlijk joh. Hoe komen we niet toch allemaal op het vliegveld joh? Links geen vliegtuig, rechts geen vliegtuig. Er rijdt een motorrijder op het vliegveld, de Audi's rijden met me mee. Rijd er gewoon van de scooter of motor af hoor. Nu spreekt de politie, zet uw voertuig op de vluchtstrook. Nee. Shit. Ik dacht die, als je die slaat dan vallen die wel. Komende collega's, twee Audi's, lekker man, dat gaan we sowieso winnen. Maar even sneller dan die Audi's hoor. We kunnen weliswaar net een kilometer teller niet meer zien, zie ik, maar... Als ik hier nu naar binnen was gegaan, zo... Ja, die Audi die denkt goed. Maar we gaan er maar wel tot 150 knallen nu. Kilometer, niet miles. Dat is overdreven. Dat is geloof ik 250. Ik weet niet. Staan blijven. LSPD, don't make me shoot ya. Eenmaal aanhouding. Misschien even een ambulance deze kant laten komen. Ik heb er namelijk aangereden. Nee, niet nodig heb mevrouw. Heel goed man. Nu moet ik maar toch eens vertellen hoe u op het vliegveld komt. Want ik heb al 5 mensen gehad die op het vliegveld kwamen. Zelfs